17 mei aanstaande wordt koningin Maxima 50 jaar oud. Ja, daar gaan we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. De komende weken zoomen we in op alle hoogte- en dieptepunten uit het leven van Hare Majesteit. Dat doen we met royalty-kenner Rick Evers. Rick, welkom. Fijn dat je er bent. Je hebt het nogal druk gehad de laatste tijd. Je hebt een boek uit, Maxima, meer dan majesteit. Ja, klopt. Lekker helemaal ondergedompeld in het leven van onze koningin. Hoe het leven van haar er nu uitziet inderdaad. Precies, het gaat echt over de actualiteit. We gaan in deze serie toch ook een beetje naar het verleden toe. Bijvoorbeeld haar jeugd, daar wil ik het toch graag over hebben. Ja, vond allemaal plaats natuurlijk in Argentinië. Buenos Aires, haar vader, eerst staatssecretaris en nou onderminister van Landbouw. Onder het Junta-regime. Dan denk ik, ze is met een gouden paplepel geboren. Is dat zo? Valt eigenlijk best wel mee. Ze heeft een redelijk normale jeugd gehad. Behalve dan dat Argentinië, die tijd die was gewoon niet zo normaal natuurlijk. Hyperinflatie in het land. En dat heeft er eigenlijk ook wel toegezet dat ze uiteindelijk economie is gaan studeren. En nog steeds zich zo druk maakt om economie. Wat ze dus in Nederland doet en wereldwijd. Maar ja, zo heel normaal was het van de andere kant natuurlijk ook niet. Als je vader voor het regime werkt. Ja, toch vooraanstaande man. En het was onrustig nog steeds in het land. Vergeten mensen wel eens. Heel erg inderdaad. Ja, maar het zorgde dus ook voor dat ze beveiliging nodig hadden. Dat ze niet elke dag dezelfde route naar school kon nemen. Ze moesten elke keer weer een andere weg vinden om naar de winkel te gaan. Want ja, ze werden wel in de gaten gehouden als gezin. Heftig. Nou ja, goed, later heeft ze natuurlijk weer met beveiliging te maken gekregen. Maar dat kon ze toen absoluut nog niet weten. Zij ging, en dat lees ik ook in jouw boek, naar Northland School, moet ik zeggen. Dat is niet zomaar de school waar ik heen ben geweest, geloof ik. Hè? Nee, er wordt daar echt zo gezegd dat als je als meisje daar naartoe gaat, dan ben je eigenlijk voorbestemd om later als vrouw van een politicus of van een groot iemand, een grote baas, om zo je leven verder te gaan leiden inderdaad. Dus voor Maxima was het eigenlijk ook wel voorbestemd dat ze een grote toekomst aan de zijde van een belangrijke man zou gaan spelen. Ja, ik heb ook wel eens begrepen, jij kan dat wel of niet bevestigen, dat ze toch een beetje het oogappeltje was van vader Jorge Sorgueta. Ja, je ziet het ook in haar latere leven, dat ze, als er iets is met haar vader, dan neemt ze meteen het vliegtuig om naar haar vader toe te gaan. Zeker in die laatste fase van zijn leven. Maar vanaf hun jeugd zijn ze twee handen op één buik. Ze lijken op elkaar qua karakter. Meer dan dat ze op haar moeder lijkt in ieder geval. Niet per se qua uiterlijk, maar qua innerlijk zijn ze aan elkaar gewaagd in elk geval. Ja. Nou is er nog iets interessants. Ik zie Maxima ook als een schoonheidskoningin. Prachtige vrouw. In haar jeugd was misschien iets minder, begreep ik. Ja, zelfs haar vader noemde haar Gordita. Maxima en haar vader, Jorge... Gordita, dat betekent? Het dikkertje. Oké, ja. Ja. Maxima zei dat trouwens ook over Amalia, Gordita Linda. Mooi dikkertje, wil dat zeggen. Maar ze was inderdaad niet de slangste. Maar uiteindelijk groeide ze natuurlijk op tot een ranke, mooie zwaan eigenlijk. 1,78. Best wel groot voor Argentijnse begrippen. En dat was met daten moeilijk, hè? Omdat zij wat langer is, begreep ik. Ja, daardoor was het best wel lastig. Want geen enkele Argentijn wilde naast haar lopen. Maxima was een beetje ineengekrompen eigenlijk om maar niet te laten zien hoe groot ze eigenlijk was. Ze durfde ook niet op hakken te lopen. Nou, inmiddels heeft ze dat gelukkig allemaal omarmd. Ja, dat wou ik zeggen. We zien er wel eens op hakken. Ze dat zeker wel, ja. Op een gegeven moment besluit ze toch naar New York te gaan. Daar gaat ze studeren. Dat zal bij haar ouders misschien niet heel makkelijk zijn gevallen. Of hoe ging dat? Nee, vonden ze natuurlijk heel erg jammer. Hun dochter die zo ver weg zou zijn. Dus ze gingen regelmatig, vlogen ze ook over naar New York. Want ze wilden natuurlijk wel de vinger aan de pols houden. Ze vonden het allemaal maar niks in dat kleine appartementje waar ze zat. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven dat ze moest gaan leiden. New York, een dure stad. Het was niet dat ze nou een grootverdiener was. Ze had een prima baan bij de bank. Ze deed het goed. Ze maakte carrière. Ze voelde zich er uiteindelijk wel steeds meer thuis. Maar het was ook wel een beetje eenzaam voor haar. Ja, niet helemaal. De klas ook dat ze op een gegeven moment dat toch heeft samengewoond ook wel in New York. Voordat wij de leren kennen, hè? Ja, klopt. Met Dieter Zimmerman. Hun beide namen stonden ook op het bordje voor het huis. Maar ik weet dat Maxima ook nog steeds contact met hem heeft. Maar van een amoureuze relatie was in elk geval geen sprake. Ik zag op Facebook dat ze Dieter ook gefeliciteerd heeft met zijn zoveeljarig huwelijk met zijn man. Dus, kijk, en daarom hebben we jou, Rick. Fantastisch. Hey, New York gaat nog heel vaak voorkomen in de komende weken. Ja. En dan volgende week zelfs, omdat een RTL-correspondent daar de grootste scoop van zijn leven miste. De opgebloeide liefde tussen Willem-Alexander en Maxima. Nou, tot volgende week.